Hi en welkom bij een nieuwe video. En in deze video wil ik het vandaag met je hebben over het concept van radicale eerlijkheid. Radicale eerlijkheid en hoe dit je kan helpen om allereerst meer vrijheid te ervaren, om meer vertrouwen te creëren en op te bouwen in relaties. Maar ook hoe dit je kan helpen om bijvoorbeeld op zakelijk gebied meer succes te behalen. Of je nou coach bent, of spreker, of trainer, zoals veel van de mensen die ik zelf help en die ik zelf ondersteun, uh, of dat je als ondernemer op een ander gebied werkt of als werknemer. En laat me je uitleggen waarom. Allereerst, het concept van radicale eerlijkheid is een concept dat voor mij al heel lang door mijn hoofd spookt, echt al jaren. Ik weet dat er een boek is, dat boek is genaamd Radical Honesty. En ik moet heel eerlijk bekennen, als het over eerlijkheid gaat, dat ik het boek zelf nog nooit gelezen heb. Maar puur en alleen het horen van de titel heeft bij mij al een heleboel losgemaakt en een heleboel associaties gecreëerd. Van hey goh, hoe is dat om radicaal eerlijk te zijn? En hoe is dat om volledig jezelf open te stellen? En kijk, het interessante hierin vind ik altijd dat. Als je kijkt naar de mensen waar je de beste band mee hebt, de mensen waar je de allerbeste relatie mee hebt en de mensen die je het meest vertrouwt, dat zijn mensen die, als het goed is, radicaal eerlijk tegen je zijn, toch? En mensen waar jij radicaal eerlijk naartoe bent. Ja, dus als ik bijvoorbeeld zelf kijk met mijn vriendin samen en ook met een aantal hele goede vrienden van mij, ik weet gewoon, hè, de, mijn vriendin en een aantal vrienden, daar heb ik gewoon geen geheim voor. This, uh, uh, nou ja, nou, ik, ik denk niet dat ik daar geheimen voor heb. Misschien wie weet, er is altijd wel iets te verzinnen, right? Maar in principe heb ik voor die mensen gewoon geen geheimen. En omdat ik radicaal eerlijk ben, allereerst elke keer dat je zo eerlijk bent naar elkaar, dat is superspannend. Het is, wat gaan ze ervan vinden? Gaan mensen mij daarop beoordelen? Wat gaan ze ervan vinden? Straks gaat die persoon wil niet meer met me omgaan, omdat hij dit van mij weet. Alleen, weet je wat er gebeurt? Uiteindelijk, in de meeste gevallen, wanneer je de juiste persoon te pakken hebt, dan ontstaat het vertrouwen wordt alleen maar dieper. De relatie, de band wordt alleen maar sterker. En als we weten dat dat geldt voor hele goede vrienden of voor een levenspartner, hè, dat dat over het algemeen zo is, dat wanneer je radicaal eerlijk bent naar elkaar, zonder te oordelen, hè, want soms, soms hebben mensen wel eens de associatie van: oké, okay, radicaal eerlijk, dat is dus als de ander iets verkeerd doet, dat ik dan de ander de schuld geef. Daar gaat het niet per se over. Het gaat niet per se over oordelen, want. Je kunt ook radicaal eerlijk zijn in de zin van: hé, hey, dit is wat het met mij doet. Dit is de, de gedachte die het bij mij opwekt. of de emotie die ik daarbij voel. dat je het tegelijkertijd wel volledig bij jezelf houdt. Dus het is ook een kunst om te leren: allereerst zelf verantwoordelijkheid te nemen. voor alles wat er in je leven gebeurt. En vervolgens ook: hoe ga je, hoe communiceer je effectief? Want radicale eerlijkheid gaat wel gepaard met: hoe kan ik de boodschap dan wel overbrengen. zodat. Het ook aankomt <laughs> zodat het ook, ook op een krachtige manier aankomt en de ander ook begrijpt wat ik bedoel hiermee en mijn daadwerkelijke intentie van mijn boodschap ook overkomt in plaats van dat de ander enkel de woorden hoort en daar de plank volledig dan op mislaat. Dus dat is belangrijk als nuance om daarbij in touw te nemen. Ik heb wel eens gehad dat ik dan het had over radicale eerlijkheid en dat ze dan met mensen er vervolgens. In hun relatie mee aan de slag zijn gegaan en de volgende dag is de relatie. Nou ja, ik heb nog nooit gehad, gelukkig, dat de relatie dan verbroken was. Maar dat ze dan wel ruzie hebben gehad, uh, omdat ze dan heel erg in het oordelen schieten. Dus daar wil je veel van wegblijven. Um, maar goed, als we dus weten dat over het algemeen de mensen die dicht bij je staan, de mensen die je het meest vertrouwt en de mensen waar je het meest om geeft, dat zijn de mensen waar je het meest radicaal eerlijk naar bent. Zou het dan niet zo kunnen zijn dat dat ook geldt voor bijvoorbeeld klanten? Als je in je marketing kijkt, kijk, wat ik heel vaak merk, in de marketingwereld is er heel erg de neiging om allerlei dingen te verzinnen. He, om, om allerlei bijvoorbeeld uh, schaarste te creëren, wat, waar eigenlijk geen schaarste is, uh, ergens urgentie te creëren waar eigenlijk geen urgentie is, uh, sociale bewijskracht te creëren, waar eigenlijk geen sociale bewijskracht is, autoriteit te creëren, waar eigenlijk geen autoriteit is. En noem het maar op kijk, deze dingen, deze beïnvloedingswapens zoals Robert Cialdini ze noemt, die kunnen enorm krachtig werken. En die zijn allemaal psychologisch bewezen dat ze een bepaald effect hebben. Alleen, wat gebeurt er wanneer het overduidelijk is dat ze niet kloppend zijn, dat ze eigenlijk verzonnen zijn, dan gaat het ten koste van de relatie en van het vertrouwen. En zo heb ik bijvoorbeeld zelf de afgelopen jaren hebben mensen die dan heel diep in de marketing zitten hebben me bijvoorbeeld advies gegeven van hey Pim je zou tijdens je webinar zou je nog wat schaarste kunnen toevoegen op deze manier of je zou dit extra kunnen doen om nog wat extra urgentie te creëren. En ik ben daar altijd heel voorzichtig mee, want ik weet ja, dat kan inderdaad op korte termijn kan het de conversie verhogen. Alleen wat doet het met alle mensen die op dat moment niet van het aanbod gebruik maken? alle mensen die niet geconfronteerd worden op dat moment. Zou het zo kunnen zijn dat voor hun een stukje vertrouwen verliest. En dat een stukje vertrouwen omlaag gaat. Dus ja, dingen zoals schaarste, dingen zoals urgentie en dergelijke zijn heel waardevol. Alleen passen slechts toe wanneer ze ook daadwerkelijk kloppen. Wanneer het ook zuiver is en integer is. En ik vond het zo waardevol. Ik luisterde gisteren naar Frank Kern, een, uh, een Amerikaanse internetmarketeer, die, uh, die in mijn ogen ontzettend grappig is, waar ik al heel veel naar geluisterd heb en ook veel van geleerd heb. En hij gaf eigenlijk hetzelfde aan. Hij zei van hey, tegenwoordig doe ik eigenlijk alles op een radicaal eerlijke manier. En zolang je mensen helpt, uh, en je ook vanuit je marketing, vanuit je advertenties en video's echt de insteek hebt en de intentie hebt om mensen te helpen dan kan je het ook op een radicaal eerlijke manier doen. En hij vertelde dan bijvoorbeeld, hij heeft dan zijn eigen marketing agency, dat hij voor high-end klanten soms in een gesprek, en dan gaat het over uh, misschien 10, 20 of 30.000 dollar, dat hij dan in gesprek als ze dan vragen van hey, hoe gaat het traject zijn, dat hij dan zegt, nou, uh, je gaat heel hard werken, er uh, gaan een heleboel dingen mis, en aan het einde wil je eigenlijk liever niet dat je ons betaalt. En hij zei van, nou ja, dat is wel, wel hoe het over het algemeen bij marketingbedrijven gaat. Dus ik vond het wel hilarisch dat hij dat zo aangaf. Maar hij zei, hé, hey, klanten kopen dan nog steeds. En niet omdat dat nou zo'n goede sales pitch is, maar omdat ik ze van tevoren al geholpen heb. Omdat ik van tevoren al zoveel waarde heb geleverd, dat ze weten, oké. Okay, um, en dan volgens mij zei hij dan nog wel aan het einde van, maar het gaat het wel waard zijn. Je gaat er wel, als het goed is, uh, uiteindelijk meer resultaat uit halen. Um, maar dat is eigenlijk het mooie. En dat is eigenlijk ook iets waar ik zelf merk dat ik de afgelopen maanden en jaren steeds meer naartoe ben gegroeid. Hè? Waar je eerst met alle verschillende marketing en sales-theorieën. soms het idee kan hebben: van oh, ik moet een grote belofte doen. waarvan ik eigenlijk zelf niet eens weet of ik die belofte wel waar kan maken. Hè? Ja, het is goed. En aan de ene kant, ik geloof heel sterk om, om een bepaalde belofte te doen. Want hè, mensen zoeken naar een bepaald resultaat. Uh, alleen tegelijkertijd wil je ook weten van, hey, die belofte kan ik ook waarmaken. Dus bijvoorbeeld voor mijn spreken met Impact Bootcamp, heb ik op een gegeven moment ook gezegd van hé, hey, uh, na de bootcamp krijg je een plan voor de komende 100 dagen. En mijn garantie die ik erbij geef is dat je binnen 100 dagen je investering verdubbelt. Nou, ik weet natuurlijk nooit zolang je de stappen volgt. Heel belangrijk. <laughs> Als je niks doet, dan gebeurt er ook niks. Right? Dat is een hele belangrijke om te benadrukken. Um, dus ja, ik weet van hey. Ik, ik, ik weet niet zeker of dat voor iedereen het geval is, maar ik heb er wel zoveel vertrouwen in dat ik bereid ben om te garanderen dat als iemand daadwerkelijk de stappen volgt na de bootcamp van het plan wat ik heb gemaakt, uh, dat iemand dan ook uiteindelijk minimaal zijn investering zal verdubbelen. Ja, als dat niet lukt, dan weet ik van hé, hey, dan heb ik iets verkeerd gedaan um, en dan heb ik dat plan inderdaad op de een of andere manier bij te schaven. Nou, een voorwaarde daarvoor is wel dat ik van tevoren met mensen een gesprek voer, en dat ik ook vertrouwen heb dat ik ook weet dat mensen inderdaad in staat zijn om die stappen te nemen, en dat ze in ieder geval waarde te bieden hebben in hun coaching, en dat ze, dat ze gekwalificeerd zijn om die belofte ook te kunnen doen. Right? Want je kan wel een belofte doen zomaar aan iedereen, uh, maar ja, en dan heb je geen idee of dat je die belofte wel of niet kan waarmaken. Dus het stukje radicale eerlijkheid, daar zitten wel een aantal voorwaarden aan verbonden. Je wordt eigenlijk... Zelf als ondernemer zijn, meer accountable gehouden om ook echt te kijken hoe kan ik me aan mijn afspraak houden. Maar het grote voordeel hiervan is, hierdoor ontstaat vertrouwen. En vanuit vertrouwen kun je relaties bouwen. Relaties die niet alleen voor korte termijn zijn, maar relaties die misschien wel maanden of misschien wel jaren of misschien wel tientallen jaren uiteindelijk meegaan. Dus ik wil je vragen om eens voor jezelf te bedenken als jij radicaal eerlijk bent. En als jij radicaal eerlijk zou zijn. Wat zou dat dan voor jou betekenen? En wat zou je dan anders doen? En zoals met alles in het leven zou ik je niet aanraden om gelijk alles op de schop te gooien en alles volledig anders te doen. Nee, wat is één ding? Eén ding waarvan je zou zeggen: "Hé, hey, als ik radicaal eerlijk zou zijn, dan zou ik dat anders doen." Dan zou ik daar meer oprecht in zijn of dan zou ik daar meer transparant in zijn. Want He, als een onderdeel van radicale eerlijkheid is dus ook durven toegeven dat je niet altijd radicaal eerlijk bent. <laughs> right? Dus we zijn niet perfect. We zijn mensen en, en ik, ik heb dit ook nog, uh, nog lang niet in alles 100% helemaal onder de knie. Um, maar ik doe me wel mijn best en mijn intentie wel voor, voor deze tijd is om zoveel mogelijk dat neer te zetten en dat te brengen en op die manier echt die relaties te bouwen uh, voor de lange termijn. En ook voor mezelf die vrijheid te ervaren. Dus ik ben benieuwd, hoe is dat voor jou? Als jij radicaal eerlijk bent en helemaal transparant bent: naar uh, mensen, naar vrienden, naar familie, naar je partner, naar mensen waar je mee samenwerkt, naar je klanten, naar je team of naar je leidinggevende, hoe zou dat zijn voor jou? Laat me weten in de reacties hieronder. En als jij zelf een coach bent en je wilt graag meer leren over hoe je jouw boodschap naar buiten kan brengen, over hoe je dankzij presentaties jouw razend enthousiaste coachingklanten kan aantrekken, dan uh, heb ik hieronder een webinar, een link naar een webinar waar ik je een gratis training geef en je laat zien uh, hoe ik dat zelf aanpak, wat ik geloof dat de vier belangrijkste elementen zijn, de vier belangrijkste pilaren zijn van succesvolle sprekers. En uh, waar we met elkaar een hele hoop lol gaan hebben. En je waarschijnlijk een aantal hele waardevolle elementen gaat leren. Dus super tof als je daarbij bent. Hartstikke leuk. En anders, als je dit een waardevolle video vindt, druk even op het duimpje wat je onder de video vindt. En als je je meer van dit soort video's wilt zien, abonneer je op dit kanaal. Goed, heel veel succes en tot de volgende keer. Ciao, ciao.